Ja, Dirk van Duivenbalde, gewonnen. Je startte goed, maar daar zak je iets terug. Een beetje weer richting het niveau van gisteren. Hoe kon je daar toch iets wegzakken? Want je begon wel beter aan de wedstrijd. Ja, weet ik het. Weet het je kan wel weer goed terug. Je mist wel die 170 en dan krijg je het publiek wel weer mee. Help je dat dan wel weer, de doorheen? Nou, uiteindelijk ben je in die lek. Gewoon voor 2-0. Dat was. Uh... Ja, nou, dat had niet zoveel met het publiek te maken. Het is meer die lek daarna die, die invloed hebben op je spel uh, van de rest van de wedstrijd. Goed, Je had verder geen last voor Enerson, kwam een matige Enerson opdagen. Werd het daardoor ook moeilijker om te winnen, of werd het eigenlijk makkelijker? En werd je daarom wat meer spanning erop te zetten? Nou ja, goed. Ik zag wel dat hij er wel in had zitten, alleen uh, hij zette steeds niet door. Hij begon regelmatig met een goede trip. Alleen gooit hij niet ongeveer 140, 180 zoals hij normaal doet. Maar ook zelf ook. En uh, ja, je weet niet, misschien trek je elkaar naar beneden. En, uh, geen idee. Goed, je trekt hem eruit. Succes morgen. Dank je wel, dank je wel. Dan.